Kom maar door. Hoort erbij. Ja, maar sta ik met mijn hoofd voor. Dus dat gaan we eerst doen, ik denk 10 minuutjes en dan gaan we, komen we hier terug met degenen die geoefend hebben en dan gaan we de bewoners met z'n allen gaan naar de bus. De bus staat bij de achteringang, dus dan heeft ze een interview van een rolstoel om naar de hal te komen. We hebben daar een paar rolstoelen om te oefenen. En de bewoners kunnen nog even rustig blijven zitten of denken. Ja. Misschien is het handig om even naar buiten te gaan, eigenlijk. Gewoon een stop op, een stop af. Juist daar. Bij de A-weg. Ja, dat is zo. Ja, dat is zo. Dan zo. Ja, dat kunnen we meteen even verder weg gaan. Dat zo, ja. Hebben jullie het gelezen? Ja, en daar ben ik. Nou, waar moet je letten wanneer, de voet, of ja, wanneer iemand gaat zitten? Je moet omhoog staan. Eerst even de rem erop. En de rem erop, eerst. Ik lag al bijna daar. Hij heeft gewoon afgedaan. Ja, dat lijkt je wel, hè? Ja, dan is het wel goed om even de meteen daar aan de zijkant stoepje op, stoepje af. Hoi, organisatie. Koud is een stoel. Zo, spannend hoor. Ja. Nou, die zijn zien we niet meer terug, hè? Zie je wel. Ik had het me niet vragen, hè? Oh my god! Ja, dat heb je een ander materiaal. Ja, ja. Die is ja. Ja, maar dat gaat tegen aan de hele kant. Na een paar jaar hebben we weer een ander. Ja, ja. Even kijken, Bernardine en Beth, willen jullie ook meelopen zo naar de achterkant van de achteringang? Ja, dat zometeen lopen we wel af. Lachen. En doet u rustig aan. Je wacht er al op aan verliezen. Allemaal, het zonnetje komt er zo aan hoor.
draait hij niet uit. En die blijven ook lekker bij u, want ze hebben me beloofd dat ik wat te eten kreeg en zo. Dus je moet blijven, hè? Ik ben van de stichting Veteraan Autobussen. En wat wij doen is dit materiaal waar u nu in zit, dat zijn oude bussen, echte oude bussen, om die in de staat te houden zoals ze nu zijn. En dat kost heel veel geld. Daarom doen wij ook alles, net zoals de vrijwilligers die hier in de bus zitten, alles voor niets. Als wij ritten uitvoeren, dan doen we dat dus voor de vereniging, voor de stichting, om zo geld bij elkaar te kunnen krijgen, dat we dus het materiaal rijdend kunnen blijven houden. Ik ben blij dat ik vandaag uw chauffeur mag zijn en ik hoop dat u een leuke middag zult hebben. En er zit nog een kleine verrassing achteraan, maar dat merkt u dan vanzelf wel. Zo. We gaan een leuke dag organiseren en ik hoop dat u het ontzettend naar uw zin zal hebben. En naar mij zal het niet liggen. Heel goed dan. Oké, dankjewel. Ja. Hey, lekker ding. Hey. Hey, want die moest zoveel mogelijk dicht blijven. Hey.
Ja, ik kan er daar niet uit wat met die drempel, dus ik ga aan deze kant. Je moet er nog een heleboel gaatjes voor. Nou, er zijn hele dikke buiken geweest. Dat heb je gezien. Dikke buik. Zie je dat? Ja, maar dat betreft... Nou, ik denk dat het wel 25 jaar geleden is. Een beetje mooie weer. Momenteel krijgen ze de kans niet. Nee, hoor. Nee. Echt, hè? Een keer, hè? Weet je echt iets van... Zo. Ja, dat weten ze Dat ding bijt niet hoor. Ja, ze lacht nog wel niet. Ja, dat is ook de bedoeling. Maar die staat, lekker dan nog. Kijk, een beetje lachen, keurig, keurig. Nou, ja. Ja.
lieve senioren van Sint-Marie. Lieve senioren van Sint-Marie, fijn dat we met u hier in het prachtige kinder- en bejaardenparadijs Hogeschoten vandaag een dagje uit hebben met NL Doet. Het initiatief is natuurlijk van de werkgroep en het is een echte werkgroep, de buren. En die hebben daarbij natuurlijk een medewerking gegeven van de recreatiegroep van Sint-Marie, Wijkraad Zuid. Ja, vele vrijwilligers, het is niet nodig om het allemaal op te noemen. Het is wel nodig om even te noemen dat we toch de wethouder voor, het is grappig, vorig jaar hebben we een stuk Zuiderpark opgeruimd. Daar was de wethouder, meneer Detlef, die was toen nog gewoon gemeenteraad, is gewoon gemeenteraadslid. En die was een week later, was die wethouder. En die heeft toen gezegd, volgend jaar ben ik er weer bij. Dus dat is een wethouder die zich aan zijn woord houdt. Dus dat willen we even daarbij moet ik ook zeggen, als ik toch wat politiek ga. Mijn collega's van het gemeentebelang, ik zie er drie, ik zie er zitten. Die mogen ook wel even genoemd worden. Het is natuurlijk moeilijk als je de een noemt en de andere niet noemt. Maar dat wil ik even kwijt. Ik wil ook even wat heel anders noemen. Ik wil mijn moeder even noemen. Oh. Ik ben in 51 geboren aan de Aluminiumweg. In 57 is ongeveer, dacht ik, klopt dat? 57 is Malkenschoten ontstaan. En wij gingen, voordat Malkenschoten ontstond, was mijn vader, die werkte bij de gemeente Apeldoorn, die was landmeter. En die ging hier Malkenschoten uitzetten. Dit gebied hier heette vroeger Rodeo Farm. Misschien weten nog mensen van u dat. Ik wel. En mijn vader heeft echt een kapitaal verdiend, allemaal geld wat hier in de grond lag. Echt waar. Er was een oude een zwembad hier, een betonnen bak. En daar hebben natuurlijk heel wat mensen gezwommen en die hebben daar hun centen laten liggen. Nou, maar elke dag keek mijn moeder naar het moment dat mijn vader weer thuis kwam of hij nog weer wat geld had meegenomen. Even doen maar, sorry. En het mooiste is natuurlijk dat de rit van de Aluminiumweg hier naartoe in de loop der jaren tientallen keren is gemaakt. En als je dan, in mijn geval, ik ben erg met dieren bezig in mijn leven, mijn hele leven eigenlijk al, dierenwelzijn, Partij voor Dieren. Nog niet gezegd, en hier niet, als je het hier niet kreeg, dan kreeg ik aan de overkant in de bossen, want daar liepen toen nog dat kippen uit eieren komen en dat de geitjes uit de moeder komen, maar dat weet u allemaal natuurlijk. Ik wil u toch maar zeggen, een over aarde. Wie kan iets van een aarde verzinnen? Een aarde, dat zou je nu een lijstje zijn, maar wat is het? Niet leuk, nou. Wat dacht jullie van in de aap gelogeerd zijn? Hè? Ja. Ja. Nou, ziet dat al leuk uit? Ja, zeker. Hallo. Kijk, twee man. We dachten van onszelf. Ja, leuk zo, hè, zo met z'n allen. Nou, ik kan weer niet voorhouden. Ja, we horen niet weg dat je 9 euro moe vergeten bent. Hallo. Thank you.
En dan nu. Zijn er nog verzoekjes? Thank you.
Nou ja. Nou, dan gaan we meteen verder met Proud Mary. Doe maar. Ja? Ja? Ja, ja. Oké.
Van te maken. En we gaan nu richting bus en dan gaan we nog een rondritje maken. Misschien is het verstandig voor degene die nog even wat toiletgebruik willen maken om dat eerst te doen. En dan lopen we weer terug naar de bus en dan gaan we dan nog een tochtje maken. De groep buren ook allemaal hartstikke bedankt. Ja, ik wil eigenlijk geen namen noemen. Iedereen hartstikke bedankt. Goede vorm, Ilona. Dat bedoel ik. Ja. Dik voor elkaar. Nee, ik dacht die zanger zo. Ja, kom je maar hoor. Niet naar het gewoon. Ja,
Oude vat, vroeger stond er ook nog zo'n heigend het op, ja, hè? Ja, ja, ja. En waren ook nog groen, hè? Ja. En die lichte groen. Mooi, Jan. Ja, ja, ja. Dan gaan we die kant op, met die mevrouw mij verder. Goed zo, kom maar. Nee, zeg, gaat. We gaan vooraan beginnen, jongens. Die bus heeft ja. Ja, alsjeblieft, ik ga je voornaam beginnen. Hoi, ze willen je aan. Net hoe die is. Ik ben niet zelf een man. Goed je best gedaan, Harry. Dankjewel. Dan heb je zo'n korte dag gehad. We gaan nog even een leuk rondje rijden met u. Zodat u dus ook nog eens een keer weer datgene ziet wat buiten zit met die is. Dus. Dat gaan we nog even doen. En dat krijgt u van de Stichting Veteraan Autobussen. Aha. Mooi. Materiaal zat voor vandaag, hè? Nee, ja, dat is eerst een ander.